Zo, hallo mensen, ik ben het weer, Nerfboy. Vandaag gaan we weer met Nerf beginnen. En we gaan vandaag een nieuw geweer nemen dus. Oftewel, de Recon. Mijn eerste grote geweer. En ook mijn eerste lievelingsgeweer. Echt mijn geweer is het gewoon. Als die het gewoon normaal deed. Want serieus, dit ding is echt kloot. Hij schiet niet. Zie je? Er komt geen kogel uit. En er zitten wel kogels in. Zie je? Maar ze zijn allemaal een beetje kapot. Mijn kogels zijn heel erg kapot. Ik ga een keertje gewoon nieuwe kogels kopen. En dan doe ik gewoon die blauwe dus erin. Mijn kogels zijn dus echt helemaal kapot. Helemaal verneukt. Nou, de Recon dus. De Recon is echt mijn geweer, als die het gewoon normaal deed. Maar het kan dus in vele manieren, kan je de Recon maken. En je moet altijd zo schieten. Met de Recon kun je hier wat erop doen, hier wat erop doen en hier wat erop doen. En het is zo'n lader, wat ik dus fucking gaaf vind altijd. Nou, je kunt dus deze, hoort erbij als achterkant. Maar je kunt ook van de Retaliator doen. En van nog meer geweren. En dan doe je hem gewoon zo. Erop. Maar dan kun je natuurlijk ook deze nog erop doen. De voorkant. Yep. En deze, de richter. Yep. De richtertje. Maar dan kun je deze natuurlijk ook nog omhoog doen. Deze. En dan kun je hem ook gewoon zo. Up, 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 up. En dan zo. Veel mensen doen dat richtertje dan hier, maar dat vind ik zo vervelend om het dan zo te doen. Want je helemaal zo naar voren. En als je hem gewoon zo hebt. Maar dan zit dat richtertje gewoon echt raar naar voren. Maar dat kun je natuurlijk ook nog gewoon zo maken. Of gewoon. Zo. En dan nu een tippetje. Dus jij kunt hierachter nog een lader doen. Dat kun je gewoon zo doen. Voor als je in de battle zit, is het wel handig als je gewoon extra kogels hebt. Ja, en dan kan je hier gewoon de lader. Wat vele mensen misschien niet weten, is dat je onder het handvat, waar je moet vasthouden, een kogelgaatje hebt. In dat gaatje kan je kogel doen. Als je kogels op zijn, kun je hem altijd gewoon weer... Opnieuw. Kun je gewoon nog één kogel erin doen. Handig. Voor de mensen die het nog niet weten. Handig. Heel handig. Gewoon naar onder. En dan heb je altijd een extra kogel. Heel chill. Nou, zo. What the fuck? Ik mis een kogel. Ik mis een kogel! Nou, dan ga ik zo meteen wel naar op zoek. Dan haken ze weer zo tering komen. Ja, sorry dat ik het op zo'n manier moet gaan zeggen. Maar dan haakt het dus een tering komen. En dan doet hij het dus niet. En dan zit daar nu een kogel dus. En hij is eruit. Oh, dat is die kapotte. Oké. Geen de reden waarom ik diegene onder de kogel dingen niet doe, is omdat dat gewoon de enige kogel is die nog heel is. Daarom. Nou, dus het is wel een handig wapen. En het richtertje is heel handig. Godver. Hij zit daar zo weer. En hij schiet dus ook niet meer hard. Dan pak ik wel even een andere lader. Mijn grote lader. Ja. Mijn grote, daar ga ik. Ja, dit is de grootste lader die je hebt. Qua zo'n lengte. 18 kogels kennen erin. De rest staat er ook nog eentje van 25. Die is stukken beter. En daarvoor had je degene met
Het meeste. Kijk, dit is echt niet normaal grote lader. Kijk, en dan schiet hij wel normaal. Zie je, dan schiet hij gewoon fucking hard mee. En waar ligt hij ook uit? Nou, voor degene die willen weten, ik heb weer een nieuwe bestelling geplaatst. Voor iets te kopen. Ik heb weer iets nieuws gekocht. Ja, een nieuw geweer. En ik heb een richtertje gekocht. Een gloednieuw bestaand richtertje. Van deze tijd. Kijk niet lang uit, dus hij was zo'n 20 euro. Ja, hij was 23 euro. Bol.com. Ah, godver. Kom op! Ja, ik heb hem. Woe! Hij zit erop. Oh, mijn broek is er wel gekleurd. Nou, dat was hem dan. Voor dit filmpje weer. De volgende keer zullen we de Retaliator doen. En dan show ik jullie ook meteen dat richtertje. Ik heb ook nog een pistool gekocht. Een nieuw nerfgeweer. Weer een nerfgeweertje erbij. En die... Maar die krijg ik pas voor iets anders, voor een rapport. Dus ja, geef het filmpje vooral een groen duimpje. Laat een reactie achter en abonneer op mijn account. Dank u wel voor dit kijken. En zie jullie volgende keer. Laters.